video. Ik zit niet in mijn gewone beauty room. Ik sta hier, want ik ga vandaag tie-dyen. Ik weet niet of ik dat als een werkwoord kan gebruiken. Maar het is nou helemaal hype. Het is al over internet. En ik dacht bij mezelf, ik ga het ook gewoon proberen. Dus ik heb hier een aantal kledingstukken die ik compleet ga verpesten. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik ben echt compleet een amateur. Ik heb gewoon een aantal video's gezien online. En ik dacht bij mezelf, ik ga gewoon aan de slag. We zien wel hoe het gaat. Als het wordt verpest, I don't care. Want alle drie deze kledingstukken gebruik ik allemaal als pyjama's. Ik zal ze even snel laten zien. Ik heb deze felle groene, want ik vond het wel leuk om te zien ja, hoe dat wordt op groen. Want je gaat aan de slag met bleek en zo. En ik ben benieuwd ja, in welke kleur groen verandert. Dit is gewoon zo'n lange groene shirt. Ik heb ook gewoon een normale basic zwart shirt. Deze is gewoon van de H&M. En deze gebruik ik ook als gewoon binnen kleding, binnen pyjama. Misschien gaat gewoon vandaag alles prima hoor. Dan kan ik het gewoon ook buiten dragen. Maar gewoon voor het geval ik het weer compleet verpest, zoals ik altijd doe, dacht ik, ik gebruik echt kleding die mag worden verpest. En ik dacht, ik knal er ook iets grijs bij. En dat is deze soort van pyjama trui. Die gaat tot lang onder, heeft lange mouwen. En dit moet dan zo schuin, zodat je zo'n mooie, schattige, open schouder hebt. Dus deze drie kleuren heb ik gekozen. Grijs, zwart en groen. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Ik heb ook alles al gekocht wat ik moest hebben. Bleek en zo had ik al. Maar ik moest ook van die elastiekjes hebben en zo. Die heb ik gehaald bij de Action. Dus het wordt vandaag een beetje een ander soort video. Het wordt een soort van half vlogje. En ik ben heel benieuwd hoe dit vandaag zal gaan. Ik ga dit doen in de tuin. Tenminste, ik ben van plan om dit te gaan doen in de tuin. Het zou vandaag droog blijven. Dus... Maar ik zie aardig wat wind als ik zo uit het raam kijk. Dus ik ben benieuwd. Ik ben echt zo benieuwd hoe dit gaat zijn. Maar goed, we gaan dit gewoon doen. Ik heb dit volgens mij vroeger, echt jaren geleden, op de in groep 8 of zo ook gedaan. Op school of zo. Toen was er ook allemaal in. Maar nu is het weer terug. Ik vind het zo grappig hoe altijd alles van vroeger weer terugkomt. Maar goed, ik praat alweer echt veel te veel. Vind je de video nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat kan hier beneden. Dikke vette like. Abonneer op mijn kanaal voor 4 video's in de week. 4 fantastische video's in de week. Als ik het mag zeggen over mezelf. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Ik ben benieuwd. Oh my god. Als je benieuwd bent naar deze make-up look. Deze look heb ik gemaakt in de video waarin ik allemaal nieuwe W7 cosmetica make-up heb getest. En nou ga ik echt stoppen met praten. Let's go. Oké mensen, ik sta in de tuin. Er is wel echt wind. Kunnen jullie mij zien? Ik zie echt geen moer hier, hè? Ik ga het hier doen op de eettafel. Ik heb hier een zuil. Ik denk, nou die ga ik eronder doen. Voordat ik hier de hele tuinset kapot maak. Oké, hoe ga ik dit doen? Hoi Siam! Hoi! Hoi! Oké mensen, ik heb hier alles wat ik moet hebben. Ik heb hier dikke bleek, die is dik. Net als mij. Ik heb hier deze elastiekjes voor de Action. Handschoenen. Weet je wat ik ga doen? Nee. Tie-dye. Weet je wat het is? Wil je ook iets doen? Maar niet shirt of zo? Dit. Heb je diks wat nee, je wilt verpesten? Ga ik kijken. Oké. Nou, in ieder geval dit. Er stond alleen wel online dat ik dit eerst nat moet gaan maken. Ik ga beginnen denk ik gewoon met zwart. Dit zwarte shirt. Er is een partij wind vandaag. Ik ga even gewoon dit een beetje nat maken of zo. Ik weet niet hoe nat. Ik maak hem gewoon hopelijk nat genoeg. En dit ga ik dan met alles doen. Oké, ik ga eerst beginnen met deze even hier uit te spreiden zo. Mensen, ik ben echt zo benieuwd hoe dit gaat zijn. Oh my god. Kijk even hoe ik hier sta. Met mijn crocs. Ik ga stuk. Ik ga het zo vanaf het midden draaien. En dan elastiekjes eromheen doen. Kijk, en dan heb je zo dit. En nou pak ik mijn handschoenen. Ga ik even mijn handschoenen aandoen. Zo, en dan de bleek. Ik ga de bleek per gebied doen. Dus één gebied wel, één gebied niet. Dan weer wel, en dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. Dat was ook wat die guy deed, dus dat ga ik ook gewoon doen. Wens me succes, jongens. Oh my god, oké. Ik hoop dat ik genoeg doe. Oh, vast wel. Oké, droog beetje, droog, droog. En dan komt ook de andere kant. Oké, ik denk dat ik zo wel genoeg heb. Ik zie al hier dat het een beetje rood wordt. Zien we dit? Oké, ik ga gewoon dit even hier laten. En dan ga ik beginnen aan het andere shirt. Die maak ik ook even nat. Oké, shirt 2 jongens. Deze doe ik even daar. Dit wordt dan shirt 2. Hier ben ik het meest benieuwd naar. Want ik ben benieuwd welke kleur dit gaat worden. Maar ik rol deze anders op. Ik rol zo. Zo rollen zo. Dat had ik ook gezien bij iemand op YouTube. Ik rol alles anders. Want dan ben ik benieuwd hoe het gaat worden.
Zo, deze wordt zo een rolletje. En dan ga ik deze ook vastmaken. Omdat ik al een beetje bleek had op mijn handen, zie ik hier al een paar vlekjes. Dus ik zie dat het een beetje wittig wordt of zo. Zo, ik doe de vier. En dan maak ik één gebied nat, eentje niet, eentje wel, eentje niet, eentje wel. Dus zo ga ik het weer doen. En ik begin hier. Oh mijn god, jongens, ik ben zo benieuwd. Ik ben echt de meest grote amateur ever. Oké, droog beetje. En dan draai ik hem op, om en dan de andere kant. Zo, deze is ook klaar. Deze gaat ook eventjes, ja, aan de kant of zo. En ik doe nou even deze hier op, want er ligt nou allemaal bleek. En dit wordt dan trui nummer 2. Deze heeft lange mouwen. Ik heb het weer met de bleek aangeraakt met mijn domme hoofd. En nou is het weer hier wat lichter. Maar dat maakt niet uit, jongens. Oké, deze ga ik ook zo draaien. Maar in plaats 1 draai, doe ik gewoon zo 2 draais. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan zal gaan. Beetje meer zo. Zoiets. Dit ziet er niet uit, maar oké. En dan weer vastmaken met elastiekjes. Zo, en dan doe ik weer één gebied wel, één gebied niet, één gebied wel. Zoals ik ook deed bij die andere. De bleek is bijna op, dus ik ben net op tijd bijna klaar. Oh mijn god, mensen, hij is op. Ik ben echt net op tijd. Oh my god. Ik laat dit even voor wat het is. Ik ga even schone handschoenen aandoen hoor. Nou mensen, deze is al helemaal verkleurd. Kijk, oh mijn god, er is een bij. Waarom moet Anne bij mijn vlog verpesten? Er is hier een bij. Ik ga hem gewoon proberen te negeren. In ieder geval, deze zwarte is echt het beste gelukt. Kijk eventjes dit. En dan heb ik hier de groene. Die plekken zijn gewoon iets lichter geworden. Maar voor de rest niet echt iets heel speciaals. En hier, ik zie hier echt bijna geen verschil. Dus ik weet niet wat hier aan de hand is. Ik ga deze nog even zo laten. Deze is al wel klaar zo. Dus ik ga de elastiekjes eraf halen. Oh my god. Ik ben echt benieuwd. Ik moest ook hierna eerst wassen en dan drogen. Dus het is niet klaar hoor. Of nou. Oh my god. Kijk dit. Ik ga stuk. Mensen, kijk even dit. Ik ga stuk. Hij is op zich best wel goed gelukt. Ik had misschien iets meer bleek moeten doen. Als die bij hier niet weggaat, hè. Mensen, het is echt oprecht beter gelukt dan dat ik dacht. Kunnen we dit zien? Dit is leuk, joh. Ik had wel iets meer bleek moeten doen. Maar ja, mijn bleek is opgegaan. Dus het is wat het is. Ik ga ook de groene openmaken. Deze is wel echt heel apart gegaan. Hij heeft nou allemaal van die lichte plekken. Het is niet heel veel. Het is best wel subtiel. Het is echt vooral zo onderin. Kunnen we het zien? Maar op zich vind ik het wel leuk. Zie je deze? Deze ook leuk, maar ietsje minder heftig als die andere. Nou, dit is dus wat er gebeurt met groen. Ik ga stuk. Ik zie echt gewoon niks. Maar mijn bleek was opgegaan. Maar ik zie niet echt kleurverschil of zo. Nou ja, ik maak hem gewoon open en we zien wel. Oké, ik zie hier echt bijna geen verschil. Ik zie een aantal witte kleine mini plekjes of zo. Maar deze heeft gewoon, hij heeft gewoon niet gepakt, zie je hem? Wat is dit? Weet ik niet. Misschien gewoon die kleur. Misschien is hij te nat. Ja, volgens mij is hij te nat. Jongens, hij is nog te nat, denk ik. Hebben we geen andere bleek? Mensen, ik pak even andere bleek en dan doe ik het opnieuw. Want ik denk dat hij gewoon te nat is of zo. Poging 2. Nou, ik ga dit eventjes zo laten. Hopelijk gaat hij nou wel veranderen. A few moments later. Oké, nou, ik heb weer super lang gewacht, maar ik weet niet wat het is. Alleen deze trui wil gewoon niet pakken, dus laat maar gewoon zitten. Die andere twee hebben gelukkig wel gepakt. Ik denk dat hij gewoon oprecht te nat is. Hij is super nat en hij wil ook niet echt droog worden, dus ik denk dat dat het is. Ja, hij pakt echt niks. Kijk. Maar gelukkig deze andere twee wel. Dus dat is fijn. Oké, nou ga ik ze even nat maken om de kraan. Ja, deze doe ik er wel bij, maar heeft niet echt nut. En daarna moeten ze in de wasmachine. Oké, mensen, alle drie de truien slash shirts zitten nou in de was. Die gaan nou even in de snelspoeling in de was. Daarna moeten ze opdrogen. En dan gaan we kijken naar het eindresultaat. Ik ben vooral enthousiast over die zwarte. Die is zo goed gelukt. Ik had al wel online gezien dat hoe donkerder de kleur, hoe beter het lukt. Want ik werk hier met bleek, dus het is obvious dat dan
ja, zwarte, donkere kleuren het beste werken. Ik vind het wel jammer dat die ene trui niet is gelukt. Maar ik denk echt oprecht dat dat komt omdat de stof van die trui het water helemaal vasthoudt. Dus toen ik de trui nat had gemaakt, werd hij gewoon niet meer droog. Hij bleef ontzettend nat, waardoor de bleek gewoon niet goed pakte. Dus dat is wel jammer. Maar dit was dus de reden waarom ik er 3 heb gedaan. Voor het geval iets niet lukt of whatever. Zodat we verschillende dingen kunnen zien. Dus ik ben super enthousiast. Ik kom straks weer bij jullie terug. Oké, mensen, alles is gewassen en droog. Dit shirt heeft dus echt werkelijk waar helemaal niks. Ook de achterkant niet. Echt gewoon helemaal niks. Is gewoon niet gelukt. Hij was gewoon echt te nat of zo. Deze stof is ook best wel dik en die houdt echt alle vocht vast, al het water vast. Dus ja, ik denk dat dat het is. Mijn neertje wil even komen zien wat ik hier doe. Dit shirt echter is wel gelukt. Kijk hoe leuk het is geworden. Ik vond het wel een beetje raar, de manier hoe ik het had opgerold. Maar ja, ik had het gezien online en ik wilde het gewoon proberen. Maar toch is het echt best wel vlekkerig geworden. Ik was bang dat er misschien van die strepen zouden zijn of zo. Maar het is echt gewoon vlekkerig van ja, kleine wittige lichtgroene vlekjes. Ik zal ook de achterkant laten zien. Kijk, dit is de achterkant. Ook best wel goed gelukt. I like it. Alleen daar is echt bijna niks. Alles is vooral onder. Ik ga ook, by the way, alles aandoen. En dit is echt het best gelukte shirt. Ik wist al gelijk vanaf het begin, want die is zwart. En zwart met bleek werkt gewoon echt goed. Kijk, je kunt ook zien hoe het zo draait. Zien we dit? Zo die draaidingen die ik had gedaan. Hij draait echt. Dat is echt super leuk. Hij is echt goed gelukt. Ik vind de kleur ook leuk. Beetje zo raar oranjeachtig. Deze ga ik zeker nog een keer aandoen voor in een video of zo. En hij is ook gewoon leuk om buiten aan te doen. Al doe ik de shirt sowieso niet echt buiten aan. Vooral binnen, maar whatever. Ook weer hier de achterkant. Kijk, de achterkant is ook gewoon echt goed gelukt. Oh my god, I love it. Ik ben zo blij dat er tenminste 2 van de 3 zijn gelukt. Want anders was ik echt niet blij geweest. Dus ja, wat hebben we hiervan geleerd? Gebruik een goede stof die niet alle vocht vasthoudt. Maar goed, deze is ook echt goed gelukt. Kijk even hoe leuk. Oh my god, I love it. Dit ding is by the way gewoon van de Zara, mocht je die ook willen. Kijk op die achterkant. Ik vind het echt wel cute. Ik vind het wel jammer dat er hier bijna niks is. Het is echt vooral onder. Dus als je deze manier doet, dan moet je weten dat het echt vooral onder is. I love it. Maar ja, het had wel, naar alle eerlijkheid, iets beter gekund. Maar ja. Nou, dit is dan de groene. Die andere die niet is gelukt, die ga ik niet aandoen, want dat heeft geen nut. Maar ik ga wel even kijken de zwarte aandoen, obvious. Kijk even dit, hoe goed gelukt. Ik heb een broekje aan, hoor. Dit is gewoon een zwart shirt van de H&M. Hij is wel echt veel te groot voor mij, maar whatever. Deze is echt super goed gelukt. Kijk even dit, jongens. Ik ben echt zo blij dat er op zijn minst eentje gewoon echt goed is gegaan. I love it. Kijk hoe cute het is. Woo, woo. Deze is echt goed gelukt. Hier ben ik echt ja, heel blij mee. Self-made by me. Nou mensen, dat was het dan. Dit was mijn tie-dye avontuur. Nou hoor ik er ook bij. Nou ben ik ook een officiële echte YouTuber. Ik vond het heel leuk om te doen. Als jullie nog meer van dit soort leuke video-ideeën hebben, ik maak die met alle plezier. Dus let me know. Ik vond dit vandaag ook echt super leuk om te doen. En ik ben super blij met vooral deze zwarte. Love it. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!